bottomline hier is: wat maakt de bewoners van de stad gelukkig? Het gaat over gezondheid en veiligheid. Dat hebben we aardig in de greep. Verkeersveilige straten. Maar er zijn meer aspecten die nu op de agenda komen. De sociale omgeving. Daar zijn heel veel misverstanden over in de stad. Die is van belang. En geeft de bewoners controle over hun omgeving. Het spannende is, dan gaat het meteen over gezamenlijkheid. Ik zit nu op een bank die door bewoners is gemaakt. Gezamenlijk. Het mooie is dat je gezamenlijk met de omgeving bezig bent. Je gezamenlijk daar verantwoordelijk voor voelt. En de straat wordt daar ook door een gedeeld territorium. De straat is van ons. Dat is eigenlijk waar we heen willen, ook in de participatiemaatschappij. Mensen verantwoordelijk maken voor hun omgeving en voor hun leven. Uiteindelijk zijn er veel misverstanden over de sociale omgeving. Wat we ook zien in de discussie over de participatiemaatschappij is dat mensen het gezamenlijk moeten doen. Dat moeten, dat is verschrikkelijk. Want dat is juist net niet die vrijheid. We moeten meer kennis hebben over hoe mensen zich gedragen. We moeten beter beseffen wat wij bouwen voor de volgende generatie. En als we dat goed in de greep hebben, dan met bewoners aan de slag.